Dank u, voorzitter. Drie moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat op 26 september 2022 de Nord Stream gaspijpleiding onherstelbaar beschadigd raakte na een onderwaterexplosie. Constateren dat de daders of de daders van het opblazen van deze gasleiding nog niet bekend zijn. Constateren dat de Nederlandse Gasunie aandeelhouder is van de Nord Stream gaspijpleiding met een belang van 9%. Constateren dat Zweden en Denemarken zijn gestopt met een onderzoek naar de explosie en alleen Duitsland nu nog een lopend onderzoek heeft. Overwegen dat Nederland directe belang heeft bij het achterhalen van de daden of de daders en daarom niet afhankelijk moet zijn van het onderzoek van Duitsland. Dat mogelijk net zoals Denemarken en Zweden het onderzoek voortijdig zal stoppen, roept de regering op om zelf een onderzoek te starten naar de explosies van de Nord Stream gaspijpleiding op 26 september 2022 en gaat over tot orde van de dag. Tweede motie, de Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegen dat de huidige oorlog in Oekraïne niet onze oorlog is, spreekt uit dat Nederlandse troepen niet mogen worden uitgezonden naar Oekraïne om mee te vechten in deze oorlog en gaat over tot orde van de dag. En de laatste motie, de Kamer gehoort de beraadslaging. Constateert dat de Nederlandse Gasunie aandeelhouder is van de Nord Stream gaspijpleiding met een belang van 9%. Overwegen dat het opblazen van vitale infrastructuur zoals Nord Stream voor een statelijke actor onder het internationaal recht wordt beschouwd als een daad van agressie, spreekt uit dat een eventuele statelijke actor verantwoordelijk voor het opblazen van de Nord Stream gaspijpleiding door Nederland wordt beschouwd als een vijandige mogelijkheid en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. Dan de heer Eertmans van JA 21 en hij is de laatste spreker in deze termijn. Nou, de heer Eertmans heeft last van plankenkoorts. Hij heeft heel lang die cursus gevolgd, maar dan moet hij weer en dan. Zal ik even een pauzemuziekje instarten? Hey, voorzitter, dank. Dank voor het geduld. Ik heb er twee aantrekkelijke moties, denk ik. De eerste is de Kamer gehoord.